Hallo allemaal, ik ben Iris van Mama Botanica en ik leer jullie graag meer over plantjes. Deze keer zal ik wat meer vertellen over wolhuis. Die leeft momenteel in mijn jarenplant, daar ben ik natuurlijk absoluut niet blij mee. En in deze video zal ik je verschillende methodes laten zien om van die beestjes af te komen. Als je een plant hebt die er een beetje ongelukkig uitziet, is het altijd goed om te checken of daar misschien beestjes in zitten. En in dit geval zit er in deze plant wolhuis. Deze jarenplant heb ik gegroeid van stekjes van mijn vader, dus die wil ik eigenlijk nog niet kwijt. Dus ik zal je laten zien wat je kan doen om van de wolhuis af te komen. Wolhuis kan je herkennen aan een soort kleine wolletjes die in je plant zitten. Het lijken een soort witte schimmelplekjes. En ze zitten vaak een beetje in de oksels van het blad en tussen je bladeren verstopt. Het wolletje zelf is meer een soort beschermingslaagje. En er zit vaak een beetje onder verstopt. En het luisje zelf is ook wit en een beetje harig. Deze plant heeft een kleine infectie wolhuis op het moment. Het is nog niet super erg, maar ze zitten wel hier en daar op mijn plant. Sowieso is het goed om je plant in quarantaine te zetten als je ziet dat hij beestjes heeft, zodat hij geen andere planten gaat infecteren. Als je nog niet zo'n grote infectiewolhuis hebt, dan kan je ze eventueel nog met de hand weghalen. En daarvoor gebruik je wattenstaafjes en bijvoorbeeld spiritus. Je maakt je wattenstaafje nat met spiritus en daarmee stip je de beestjes aan en haal je ze van je plant af. Het is wel belangrijk dat je ze dus ook allemaal vindt. Dus het is altijd even goed zoeken als je een plant hebt met heel veel hoekjes en gaatjes. Die witte fluffy plukjes bevatten de eitjes van de wolhuis. Dus het is belangrijk dat je die ook helemaal weghaalt. En het kan natuurlijk best wel zijn dat je er eentje mist. Dus het is sowieso belangrijk om het om de week je plant even te checken of die nog nieuwe wolhuis heeft of niet. Je kan ook een spray gebruiken tegen wolhuis. Gebruik het liefst een biologische spray en let erbij ook op dat die echt specifiek tegen wolhuis werkt. En als je een spray gebruikt, dan is het dus belangrijk dat je ook je hele plant helemaal 100% inspuit. Want die beestjes moeten echt geraakt worden door het vocht om daaraan dood te gaan. En dan is het ook weer belangrijk dat je het herhaalt, bijvoorbeeld na een week en na twee weken nog een keertje, om er echt zeker van te zijn dat je ze allemaal hebt geraakt. En het is sowieso goed om je plant nog regelmatig te checken of er niet weer opnieuw beestjes in zitten. De wolhuis zit alleen op de plant en niet in de grond. En daarom kan je je plant ook een heel stuk terugsnoeien om van je infectie af te komen. En dat ga ik in dit geval doen. Deze plant heb ik al eens eerder helemaal teruggesnoeid en loopt dan ook weer heel mooi opnieuw uit. Ik wil ook niet dat ze te groot wordt, want ik wil er in deze pot houden. Dus het is ook wel weer een goed moment om er even terug te snoeien. Het voelt vrij radicaal om dit te doen, maar het is ook wel goed voor de plant zelf. Ik heb een snoerschaar, maar je kan het eigenlijk met elke schaar doen, zolang die maar een beetje scherp is. En dan is het gewoon een kwestie van knippen. Als je je plant hier in het midden van zo'n stukje afknipt, dan zal dat uiteinde wat er nog aan vast zit, zal uitdrogen en op een gegeven moment afvallen. En de plant zal vanuit hier opnieuw uit gaan lopen. Ik haal ook nog even alle dode blaadjes hier onderweg, want wie weet zit daar nog net een nestje wolhuis in. Nou, ik ben wel echt vrij radicaal geweest. Ik heb bijna al het blad eraf geknipt. Er zitten hieronder nog een paar kleinere plantjes. Die heb ik wel nog het blad laten houden. Ik heb het vaker gedaan, dus ik weet zeker dat het weer een mooie plant wordt. Nu ziet hij er natuurlijk eventjes een beetje zielig uit. Omdat hij nu veel minder blad heeft, kan je hem ook veel minder water geven. Want hij heeft echt wel wat tijd nodig om te herstellen. En als je hem heel veel water geeft, dan heb je kans dat hij misschien gaat rotten of zo. Dus hou hem gewoon wat droger dan normaal. En in andere gevallen zou ik dit natuurlijk gaan stekken, maar nu omdat er wolhuis in zit, gooi ik het gewoon weg. Beetje zonde, maar dat is niet anders. Het is wel belangrijk om dit nog even goed te checken of er niet ergens nog een wolhuisje is achtergebleven.
Dan kan je makkelijk weghalen met een wattenstaafje. En verder is een beetje geduld hebben zodat hij weer opnieuw uit gaat lopen. Wil je meer leren over plantjes? Volg me dan op YouTube of Facebook voor nieuwe video's. En op Instagram voor nieuwe foto's van de planten in mijn huis. En heb je hier nog vragen over? Stel ze vooral in de comments. Wie weet kan ik je verder helpen. Heb je nog andere beestjes waar jij mee zit? Laat het me ook weten. Wie weet kan ik er een video over maken. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer.